meer tonen zoekt oude Groesbeekse recepten. Wethouder Irma van der Scheur over de Week van de Pleegzorg. Speelfilm De Verzoening vanaf nu te zien in het Vrijheidsmuseum. Helen Liebel zingt Diep in mijn hart ter nagedachtenis aan haar overleden man. En Marcia Zoetekouw tijdens het Drieoeverfestival 2020 te Millingen. Maar eerst. Een week voordat het kleine winkeltje te Millingen na bijna 130 jaar voorgoed zou sluiten, ging het winkeltje in vlammen op. Men verkocht er van alles op textielgebied. Er was volop tijd voor de klanten, men gaf advies en persoonlijke service. Ondanks de inzet van Nederlandse en Duitse brandweerlieden bleef er uiteindelijk van het winkeltje weinig meer over. Inmiddels is het winkeltje gesloopt. Joke, Rinske en Juri zijn erg aangedaan door deze gebeurtenis. En het is natuurlijk ook ontzettend jammer dat op deze rampzalige manier een mooi afscheid van hun klanten werd ontnomen. Ik heb een oproep gedaan via Facebook en dat was eigenlijk vanuit de studieopdracht. Het begon eigenlijk als een kookboekopdracht, dus ik moest eigenlijk een kookboek gaan ontwikkelen. En toen kwam ik bij het idee om een Groesbeeks kookboek te gaan maken. De reacties waren zo enthousiast dat ik dat een beetje ontploft is. En nu is het echt een serieus idee geworden en wordt het ook echt ontwikkeld. Tot uiteindelijk een echt kookboek voor in de keuken, dus dat is echt superleuk. Ik zoek vooral naar historische en oude Groesbeekse recepten. Die eigenlijk iedereen van vroeger uit echt al heel erg veel at. Om die ook bekend te houden onder de aankomende generaties. En ik zoek ook heel veel lokale recepten met lokale producten van lokale boeren. En daar ben ik ook eigenlijk heel druk mee bezig. En dat wordt eigenlijk gebundeld. Dat is wel lekker, Altsimmelimies. Ja. Dat is Altsimmelimies. Moes en stille moes en appelen met spek. Op een gegeven moment realiseer je gewoon van ja, jouw liefde maakt gewoon echt het verschil. We zijn hier vandaag bij basisschool Op de Horst bij de campagne die start voor het werven van pleegouders in de regio Rijk van Nijmegen. Het blijkt dat in onze regio wat minder pleegouders beschikbaar zijn dan in andere delen van ons land. En daarom willen we graag inzetten op het werven van meer pleegouders. Dit is de start van de campagne daarvoor. We zien dat er veel kinderen uit huis geplaatst worden. In 1998 waren er landelijk gezien 26.000 kinderen die niet meer thuis konden wonen. In 2018 waren dat er al 46.000. Nou, dat willen we eigenlijk keren, want kinderen willen zo het liefst zo bij hun ouders opgroeien. En pleegzorg kan daarbij helpen, want pleegzorg is niet alleen maar dat kinderen 24 uur per dag bij iemand anders wonen, maar pleegzorg kan ook in de weekenden of in de vakanties, dus als het ware deeltijd pleegzorg. En met name naar die ouders zijn we op zoek. Wie heeft er een plekje over in huis, in zijn hart, voor andere kinderen, zodat die langer thuis kunnen blijven wonen met een beetje ondersteuning? Nou, daarom zijn we deze campagne gestart en ik hoop van harte dat we veel mensen interesse tonen en zich willen aanmelden. We hebben al 8 aanmeldingen, daar ben ik heel trots op en blij mee. En ik hoop van harte dat deze campagne succes heeft. Ja, we zien hier Melissa, het gezicht van onze campagne. Dit is een pleegouder uit onze regio. Op een gegeven moment realiseer je gewoon van ja, jouw liefde maakt gewoon echt het verschil. We hebben op dit moment 3 pleegkinderen. De jongste wordt bijna 4. Dan hebben we een pleegdochter van 10 en een pleegzoon van bijna 17. Je ziet dat die kinderen zichzelf gaan ontwikkelen. Terwijl ze in ieder geval kunnen lachen. Ook na een lange tijd altijd in de stress hebben geleefd. Ja, daar doe je het voor. Er zijn heel veel verschillende situaties mogelijk waardoor een kind in aanmerking komt met pleegzorg. Maar het is in ieder geval duidelijk dat ze uit chaos komen. En dat de situatie zo erg is thuis, dat de kinderen dus niet thuis kunnen wonen. Ja, dat is gewoon super triest. Maar iemand moet die kinderen gaan opvangen. En wij dachten, ja, dat gaan wij doen. Dat is een stukje geduld hebben en investeren in de tijd dat je in die kinderen investeert. Als je er zelf in zou staan in hun schoenen, zou je het ook graag willen hebben dat er mensen klaarstaan
en er alles aan doen om een normaal toekomst te hebben. En hoe leuk is het dat je een volle eettafel hebt 's avonds, weet je, met kinderen en dat je ze hoort praten, dat je ze ziet lachen. En als dat er thuis niet kan krijgen, hoe mooi is dat dat je dat dan aan een kind kan geven? Zei altijd, de wereld is wat jij ervan maakt. Laat het niet zelf bedenken wat het wordt. Actie! En stop! Keurig, dankjewel. Hi allemaal. In het Vrijheidsmuseum draait nu de film die ik heb gemaakt in samenwerking met het museum. En we laten een kort stukje film zien over een waar gebeurd verhaal uit oktober 1944. De film vertelt dus over een ontmoeting tussen een Duitse kapitein en een Amerikaanse luitenant. En ja, zonder al te veel te verklappen zou ik eigenlijk willen vragen, kom vooral kijken. We hebben een waar gebeurd verhaal verfilmd. We waren op zich van plan een hele lange film te maken. De coronacrisis heeft het tamelijk onmogelijk gemaakt om daar de tijd en het geld nog voor te vinden. Dus we hebben het opgehaalde budget geïnvesteerd in een volledige scène die we zoals het hoort hebben gemaakt, zoals wij dat noemen. Dus geen cent hebben uitgespaard erom, maar het is maar één scène geworden. Twee moet ik eigenlijk goed zeggen. De film duurt 13 minuten en het is een true story. We hebben onszelf daarmee wel op hetzelfde plankje geplaatst als de makers van Band of Brothers of Saving Private Ryan. Want wat wij nu laten zien is iets wat wel verteld mag worden. Ik moet hier weg. Nou, bij ons is vandaag dus de korte film De Verzoening te zien. Dat is niet het enige. De Verzoening wordt ingepast in onze wisseltentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in Films, waarin je alles kunt zien over hoe de Tweede Wereldoorlog wordt getoond in speelfilms. En daar hebben we beroemde films zoals Bridge Too Far en Saving Private Ryan. Maar we hebben ook kleinere films en we sluiten af met heel veel over de film van Bram. Met props van de film en een grote behind the scenes die we hebben opgenomen. En van op onze Facebook kun je, als je een VR-bril hebt, ook een kijkje op de filmset nemen in virtual reality. Ik verdriet en veel pijn.
sneeuw. Alles ging veel te snel. Blijft een droom zonder eind, die niet zomaar verdwijnt, nu jij niet bij me bent. Diep in mijn hart blijft altijd een plaatje vrij. Zijn we bij Marcia Zoetekaal, woonachtig in Millingen en opgeleid op die prachtige Gerrit Rietveld Academie. Marcia, voorheen, mijn generatie leerde op de Rietveld vooral ambachtelijk werken. Dat is er niet meer. Maar nu kom ik terug in jouw werk en dan zie ik eigenlijk het ambacht weer. Hoe heb je dat opgepikt? Ik vind het zelf heel belangrijk dat die ambacht weer terugkomt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ook wel weer meer komt hoor. Ja? Ja. Nou, het wordt tijd. Want ik vind, als je als uitgangspunt het concept hebt, is dat een leuk begin. Maar uiteindelijk gaat het erover dat het geproduceerd moet worden. Het moet gemaakt worden. En dat zie ik in jouw werk. Jouw werk is voornamelijk aquarel. Ja. Laat eens zien, want ik zie hier een prachtig schetsblok. En als je nou kijkt naar die schaduw van die dingen die je daar ziet. Ja. En die schetsblok, dan denk ik, daar heb je op gelet toen je het er neerzette. Vertel, wat heb je hier gedaan? Dit zijn steenpijlen. Dat is een plant bij mij in de plantenbak. En tijdens de coronatijd heb ik dus heel veel rondom huis geschilderd en getekend. En dit is een van de planten die ik heel erg mooi vind en daarom ook getekend heb. Ja. Kun je nog eens een voorbeeld laten zien uit jouw schetsblok? Oh ja, dit is misschien ook wel leuk. Dit is eigenlijk ook wel heel typerend voor de coronaperiode, want mijn vriend heeft eigenlijk de hele tijd thuis gewerkt en dit was eigenlijk zijn thuiswerkstationnetje. Nou, leuk, vereeuwigd, prachtig. Jij leeft van jouw werk? Nee, niet helemaal, maar... Je bent op weg om daarvan te gaan leven? Dat is wel ooit de bedoeling, ja. Oké. Okay. Een uitnodiging aan iedereen om in het boekje te kijken waar je Marcia kunt vinden en met haar een afspraak te maken of voor een opdracht of om te kijken naar haar werk.